doet u eigenlijk? Ik ben Harry van Tijnen. Ik ben gebombardeerd door tot marktmeester. Dus voor het tweede jaar dat ik het dadelijk doe. En ik vind het wel hartstikke leuk. Je loopt een beetje te organiseren. En ik mag gewoon regelen dat de markt een beetje goed gaat draaien. En als het niet goed draait, ja, dan ben ik de klos. En wat gaat er vandaag allemaal gebeuren? Vandaag gaat er gebeuren, we hebben een autotrek. Dus voor het eerst. Over een afstand van 50 meter wordt er een wagen weggetrokken. En degene die dat snelste doet, die heeft de hoofdprijs. En er zijn dan uiteraard 1, 2 en 3. En dat is zowel voor de dames als voor de heren. Ja, en door, en door! Ja. Niet slecht. 27 seconden en nog wat. Meneer. Dat valt één, hè? Zoveel is het zwaar? Ja, best wel. We hebben een kinderboerderij. We hebben de visboer staan. Nou, de Dubbeldamgroep die heeft ook zijn auto neergezet. Ter promotie van Dakar natuurlijk. Hè. Dat valt bij die jongelui, trekt het altijd. Ja, en allemaal leuke dingetjes. Kinderen die komen hier zo de spulletjes verkopen wat toevallig bij opa en oma op zolder ligt. En voor de goede doelen staan ze. De Arbo, noem maar op. De Ambo, noem maar op. Alles staat er. En vanavond is er ook nog feest? Vanavond hebben we de afterparty. Ik ben weer de naam kwijt, maar dat maakt niet uit. En dan is eigenlijk de afsluiter van de evenementen. We zijn de afgelopen 3 dagen zijn we bezig geweest. Frans Duits is hier geweest, Lange Frans is hier geweest. En het is gewoon weer gezellig geweest. Het is elk jaar weer feest. Klinkt heel gezellig. Ja, ik ben er elk jaar ben ik er weer. En ik zou het zolang ik kan doen, blijven komen hier zo. Ik vind het schitterend. Kijk, we hebben de camera vastgelegd. Dus kom helemaal goed. Verder met de benen, denk ik. Helemaal goed. 2 biervrouwen voor Rika. Harder! 2 biervrouwen. Ja, ik ben nog gewonnen. Dat verwacht je niet, hè. Kijk eens, joh. Lijkt er wel wat die Belgische knollen. Zulke dikke kopmuziek. Wat ga je vandaag allemaal doen? Dingen verkopen. Sta je hier met een kraam? Ja. En nu ben je lekker aan het springen. Dat mocht van mijn mama en papa. Het is gelukkig lekker weer, hè? Nou. Ja. Heel veel plezier en dan kom je vanavond lekker op tv. Oké. Hallo meneer. Goedemorgen. Ik zie je allemaal in de mooie boten. Wat is dat precies? Dit zijn de modelbouwschepen uit Werkendam. Modelbouwvereniging Replica. Wij zijn hier ook uitgenodigd, dan wij hier een demo geven. En ja, dadelijk komt de brandweer nog en dan gaan wij dus het water erin pompen. Dan kunnen de mensen eventueel ook mee varen. Kijken wat het is. Kijken, voelen. En zender in je handen houden en kijken hoe het daar gaat. Mogen kinderen dat ook doen? De kinderen mogen dat ook doen. We hebben speciale bootjes ervoor. Net zoals deze kleintjes. Die hebben we dus speciaal voor de kinderen. Dan kunnen ze misschien tegen een klein prijsje kunnen ze een paar minuten varen. Kijken hoe het daar voelt. En hoe oud ze zijn, maakt niet uit. U bent echt een liefhebber, hè? Ja, dat kan je wel stellen. Dat komt uit dat ik dus schipperskind ben. Ik heb vroeger zelf ook gevaren. En ik ben nu, even kijken, 30, 35, 36 jaar aan de wal. En toch het water trekt. Dus dat is het. Duidelijk, hè? Wijs hem eens aan. Oké. En kan die een beetje hard? Ja. Hoe hard? Dat weet je niet. Dat gaat zo snel dat ik hem bijna niet in beeld kan houden. Hallo mama.
Hallo. Wat verkoop je vandaag allemaal? Nou, van alles. En hoe lang sta je hier al? Sinds een half uurtje. Heb je al wat verkocht? Nog niet. Het begint pas om 1 uur, hè? Ja. En doet je broer, is dat je broertje? Ja. En wat doet hij? Hij helpt mee met verkopen. Goedemiddag, mevrouw. Ik zie dat die tent er prachtig fleurig uitziet met roze en paars, alle pimpelpaarse kleuren. Wat verkoopt u zoal? Nou, zoals u ziet, boeken, huishoudelijke apparaten, maar die komen nog uit de auto. Kinderdingen, er komt straks een papier op te hangen dat er een deelnemersbewijzen gekocht kunnen worden voor een infrarood sauna. En die gaat er echt vandaag uit, vanmiddag om 4 uur trekken we het loodje, de betreffende deelnemersnummer. Versnaperingetje, leuk opgemaakte kommetjes met snoepjes erin en bekers. Heeft u die zelf gemaakt? Die heb ik zelf gemaakt, ja, klopt. Dus voor elk wat wils. Verwacht u veel aanhalen? Zegt u? Verwacht u veel aanhalen, dat veel mensen langs zullen komen? Langskomen misschien wel, of ze meedoen weet ik niet. Dat moet de tijd nog even uitwijzen. Laten we hopen van wel. Ja, zo is het. Het weer is in ieder geval prachtig. Kijk, daar bent u wel goed voor. U kunt alles zien. Nou, mag ik even een vraag stellen? Ja. Wat zijn jullie hier aan het verkopen? Alles. Alles. Ja. Hoe kwamen jullie op het idee om te gaan verkopen? Hadden jullie extra geld nodig? Vonden we leuk. Wij hebben te koop een paar Pokémon kaarten, een paar mooie dvd's, My Little Pony dingen, puzzels, helemaal compleet. We hebben Grabbelton, dat is best wel leuk. Hier hebben we nog meer, allemaal goedkoop prijzen. Een triple pack, DS, carry case, kan alles ermee doen. Een klok, een telefoon, een paar poppen. Hoe moet dat opleveren, denk je? Ik weet niet, er staan prijzen bij dus. Vraag me ook af. Ik hoop dat we ongeveer 40 euro bij elkaar krijgen. Er zitten wel een paar doosjes bij. Als die leeg is, hebben we daar nog een tas vol zitten, dus het werkt goed. Wat verkopen jullie zoal? Geen idee. Van alles? Ja, als knuffels, Polly Pocket, boekjes. Ja. Denk je dat er heel veel opbrengst komt? Geen idee. Dat weet ik eigenlijk niet. Heb je ongeveer een gokje? 5 euro? Ja, 5 euro. Ik wil alles kwijt. Ja. Jij wil alles kwijt? Ja. Alles? Ja. En wat heb je staan? Wat is het mooiste? Frisbees. Nou, laten we zien. Waar staat hij? Kom op, ik loop met je mee gewoon. Want anders... Waar staat hij? En wat kan je daarmee? Gooien. Gooien? En dan? Komen ze op de grond terecht. Oké. En wat denk je aan het eind van de dag allemaal te verdienen? Want daar gaat het om, volgens mij. Geen idee? Nou, toch zeker wel 6 of 7 euro, mag ik hopen. Ja. Oh, je gaat dus eigenlijk een beetje aan het sparen nu? Ja. Nou, dat is leuk, joh. Nou, dan wens ik je succes. En dat de hele stand straks maar leeg mag zijn. Ja. En dat je dan gewoon 20 euro mee naar huis mag nemen. Dan kan je tenminste wat doen op vakantie. Ja. Dat zou mooi zijn, hè? Mhm. Zwaai maar even. Ja.